Dit is Stembureau Heusden. Het draait om de verkiezing van de politieke partij. Deze week de partij Heusden Transparant. Ja, dames en heren, en welkom. Goedemorgen op eigenlijk dit hele vroege tijdstip. Het is namelijk zaterdagochtend iets over de klok van 8 uur. En we zijn alweer aangeland bij de 6e uitzending van Stembureau Heusden. Normaal gesproken dan start het programma om 10 uur, maar ook vanwege wat activiteiten die met carnaval te maken hebben, hebben we ervoor gekozen om wat eerder te starten. En vandaag is mijn gast in de studio, niet van Heusden Transparant, zoals we het zo mooi hoorden, maar het is namelijk Anton Aerts van Heusden Verbind, de nieuwkomer binnen de Heusdense politiek. Ik zeg Anton, goedemorgen. Hallo. Hoe is het? Goed. Ben je wel wakker? Nou, maar net. Ja? Op dit mooie vroege uur, 8 uur 's morgens, gaan wij het 2 uur lang hebben over politiek. En volgens mij heb jij genoeg te vertellen, toch? Dat heb ik altijd. Ook als middags, als morgens en bij een glas bier. Dat wou ik net zeggen. Nou, het glas bier laten we even achterwege. Nou ja, we gaan het hebben natuurlijk over Heusden Verbind. Wat jullie inderdaad beweegt binnen de politiek in de gemeente Heusden. En nou, in ieder geval gaan we een mooie 2 uurtjes een mooie afwisseling maken van politiek. Wat gezellige praat, maar ook gezellige muziek. En laten we nou eens beginnen, Antoine, met een nummer die eigenlijk wel heel dicht bij jullie hoort. En daar gaan we het dadelijk over hebben. Waarom? Omdat zo is. Het is Neil Diamond met Sweet Caroline. Ja, dames en heren, Sweet Caroline van Neil Diamond. Dat is een van de nummers die Anton Aerts, mijn gast vandaag van Heusden Verbind, heeft doorgegeven. Elke gast, Twan, die mag natuurlijk zelf zijn muziek maken. Je hebt mij 10 nummers doorgegeven, hè? En ja, dat varieert een beetje van lekkere oude nummers uit de jaren 60, jaren 70, tot ook wat carnavalknijters. Ja. Bepaalde ideeën nog erachter om die nummers te kiezen? Nee, op zich helemaal niet. Maar ik werd net geattendeerd op het feit dat onze, of laat ik zeggen, wij zijn verbonden. Anders dan zeg maar de landelijke partijen gebonden, zijn wij verbonden aan de boer-burgerbeweging. En ja, de leider daar is Caroline. Ja. En het is geheel onbewust tot stand gekomen, maar hij was wel heel grappig inderdaad. Ik heb er vannacht van gedroomd in ieder geval, Antoine. Dus van de Caroline. Ook van dit nummer. Ik moet zeggen, het is een geweldig nummer. Anton Aerts uit het hele mooie Vlijmen. Eventjes voordat de mensen denken van, joh, wie is die beste man nou? Even kort jouw achtergrond, Antoine. Ja, ik ben Antoine Aerts. Mm-hmm. Ik ben met mijn 16 ongeveer naar Vlijmen gekomen. Mijn vader had vroeger hier de super op het plein. Ja. Vervolgens verkering gekregen met de dochter van de slager, Dominique, Bart van de Ven. Intussen, ja, een aantal jaren verder, 3 kinderen. Helemaal opgenomen in de Vlijmse samenleving, zeg maar. Ja, en opgenomen in de Vlijmse samenleving. Als je de naam Anton Aerts laat vallen, dan kennen de meesten in Vlijmen je wel. Buiten de gemeente wordt er natuurlijk wel een ander verhaal. Je bent de politiek ingestapt, Antoine. Kort eventjes, wat doe je eigenlijk voor werk? Want misschien dat daar wel een link ligt. Ik ben bijna 40 jaar. Jezus. Bijna 40 jaar, 38 jaar ondernemer. Mm-hmm. En dat betekent dat ik mezelf verhuur aan grotere bedrijven. Dan kun je denken aan Schiphol, Telegraaf, Shell. Hoe is het allemaal nog meer? ING. Nu bij de Wageningen Universiteit. En je zou kunnen zeggen dat het hoofdzaak bestaat uit 2 dingen. Dat is een sterk IT-component. Hè. Dus ik ben zogeheten een ICT'er. Mm-hmm. En een verandermanager. Dus ik probeer organisaties te veranderen naar aanleiding van welke strategie die ze dan hebben. Ja, en als je het hebt over verandermanagement. Als ik dan kijk naar jullie partijprogramma, waar we dadelijk over gaan hebben. Dan komt dat misschien ook wel terug. Want jullie slogan, anders denken, anders doen. Ja, dat klopt. Helemaal. Volgens mij zit daar ook wel een behoorlijke, hoe noemen ze dat, supply chain-achtig iets zit erin? Nou, dit is niet zozeer supply chain, maar het is in onze ogen echt wel nodig om echt anders te gaan denken. En als gevolg daarvan anders te gaan doen. Hè. Het grote verschil, denk ik, als je het heel in een one-liner zou zetten, is dat wij veel meer vanuit een stuk visie de boel beredeneren dan het hele kortcyclische. Zoals je in sommige partijprogramma's wel ziet. We moeten in het oude gemeenteraadshuis van Drunen appartementen gaan maken. Nou, inderdaad, druppel op een goede plaat. We bieden meer structurele oplossingen. Oké. Okay. Nou, jullie hebben een mooi programma geschreven. Maar wat is dan de aanleiding voor jou geweest om te zeggen, ik ga die heuse politiek gaan in? Want wat moet er veranderen in jouw ogen? Ja. Nou, we gaan straks uitgebreid nog hebben over een aantal punten. Mm-hmm. Maar de aanleiding is toch eigenlijk wel een beetje het continu tegen de muur aanlopen. Waar ik woon hebben we afgelopen jaar van alles meegemaakt met de gemeente.
Nou, dan heb je bijvoorbeeld iets als een inspraak. Nou, dan dien je van alles in en je hoort er vervolgens gewoon helemaal niks meer van. En of, ja, zijn we niet mee eens. En klaar. Terwijl er bijvoorbeeld ook in ons geval door externe bedrijven, als Woonwijk, van allerlei gegevens zijn aangedragen. Mm-hmm. Ja, en daar zijn ze compleet in niet in geïnteresseerd eigenlijk. Ja, dus eigenlijk zeg je met niet zoveel woorden, op het moment dat ik inderdaad iets zou willen veranderen en je krijgt de mogelijkheid van de gemeente dat er inspraak is, dan prima dat ze die mogelijkheid bieden, maar ze doen er vervolgens niks mee. Nee, ze hebben een grote mond van participatiewetten, right to challenge, omgevingswetten. En wat je eigenlijk gewoon structureel ziet, we luisteren, we doen net of we er iets mee doen. En 2 dagen later hobbelt het gewoon weer verder. Ja, en zie je kans om die cultuur te veranderen? Ik denk het wel. Juist omdat we, denk ik, anders dan al die andere partijen. Wat je heel veel ziet is dat die andere partijen over de ons kent ons as veel doen. Hè. Grote lijsten, 32 mensen, 25 mensen op een lijst. Mm-hmm. Daardoor heel veel stemmen halen. En ik denk de kernverschil van ons hè, is dat, ik denk daarom dat ook veel partijen ons zullen zien als een beetje braanischuppers. Maar wij komen over die inhoudsas. Ja, en daar hebben ze moeite mee. Ja. Ja, Heusden Verbindt. Jullie hebben een 5-tal kandidaten op de lijst staan. Waarom de naam Heusden Verbindt? Hoe ben je erbij gekomen? Dat is een grappige. Wij hebben natuurlijk aan de ene kant verbinden. En iedereen denkt dat dat anders te maken heeft met met verbinden van mensen en zo. Mm-hmm. Maar weet je, als je een bepaald project gaat doen, bijvoorbeeld klimaat, moet je dan wel de consequenties aan verbinden. Onze verbinding zit hem voornamelijk over die inhoudsassen. Je kunt een groot project, daar kom ik straks nu over te spreken, zoals school, wat 30 miljoen kost. Ja, dat betekent ook iets dat je heel veel dingen niet kunt doen. Ja, moet je wel met elkaar in verbinding brengen. Ja. Maar kan het daarom zijn, juist omdat jij meer zeg maar, op die verbinding zit. En dat je ook zegt van, joh, luister eens, politiek Heusden, jullie zijn niet structureel bezig met oplossingen, wij gaan het wel doen. Dat ze daarom jullie als dus een branischupperspartij zien, zoals je hem zelf zegt. Ja, onbekend maakt onbemind, denk ik. En vaak is het zo, als oud spreekwoord zegt, hoe minder de kennis, hoe haastiger het vonnis. Ja, zo werkt dat inderdaad, ja. Hey, wat je ook net al aanstipte, dat is ook de reden waarom Neil Diamond natuurlijk voorbij kwam. Een bondgenootschap met de boerenburgerbeweging van Caroline van der Plas. Ja. Waarom? Wij geloven heel erg, ik van dag 1 sprak me dat persoonlijk al aan. Mm-hmm. Wij geloven heel erg in het behoud van eigen identiteit. We zitten hier gewoon op het platteland, we zijn een dorp, we zijn geen stad. En dat betekent als we in Elshout zitten, dan heb je de trekkertrek en dan heb je de zeskamp en al die dingen meer. Yeah. Terwijl als je in bijvoorbeeld in Heusden zit, ja, dan zit je eigenlijk meer vanuit een cultuur-historisch perspectief naar de wereld te kijken. Mm-hmm. Ja, dus wat ik wel vind is dat wij die identiteiten echt moeten behouden. Okay. En de boer-burgerbeweging staat daarvoor. Mm-hmm. En daarnaast, denk ik, in zijn algemeenheid, denk aan gezondheid, het boerenleven, de agrariërs, veel industrie op dat gebied hier. Daar willen we ook een kanaal voor zijn. En dat heeft ook te maken met de story die we zelf hebben. Ja, en kan de boerenburgerbeweging van Kerla van der Plas jullie ook lokaal ondersteunen dan? Of? Nou, we zijn verbonden, dus niet gebonden. Mm-hmm. We hebben al een aantal kleine dingen waar we echt ondersteuning voor krijgen. Dat varieert van wat logos of wat teksten maken of wat onderzoek bijvoorbeeld wat er is, wat gedeeld wordt. Denk aan bijvoorbeeld een stikstofuitstoot. We zitten hier midden in natuurlijk Natura 2000 gebied. Ja, dat bedoel ik dus straks ook te zeggen met die kennis. Die halen we daar heel veel vandaan. En het is een meer samenwerking dan bijvoorbeeld wanneer je de VVD hebt. Waarbij bijvoorbeeld op landelijk niveau willen ze, ik noem maar eens iets, de OZB verdubbelen. Ja. Moet mensen, denk ik, Vlijm ook heel goed beseffen. En dat betekent dat je hier lokaal op VVD stemt, ondanks dat het lokale partij is, is het wel een steuntje in de rug van Mark Rutte. Ja. En dus een OZB-verdubbelaar. Okay, dus wat dat betreft, jullie plakken wel de vruchten zeg maar, vanuit het bondgenootschap met de BBB, maar je houdt het wel gewoon lekker lokaal. Ja. En misschien wel een hele rare sprong, maar hoe was dat thuis? Wie was bij jullie thuis de baas? Vroeger. Wie was bij ons thuis de baas? Ja, want dat is ook een stukje politiek, hè? Bij ons thuis vroeger kan ik het niet goed herinneren, maar ik weet wel wie het bij ons is. Volgens mij is dat jullie Dominique. Denk ik, ja, dat. En dan hoor ik heel vaak vanuit de keuken roepen, jomme als moederzee nog. Ja, de grootste hit op dit moment in carnaval minded Brabant, dat is Jan Biegel met ons moederzee nog. Antoine, volgens mij, dat druipt zunnenhop, feestvreugde vanaf. Ja. Dus wat dat betreft, en zeker in deze tijd is het helemaal niet verkeerd. Hè? Ook in aanloop naar de verkiezingen. Want dames en heren, u luistert nog steeds naar Stembureau Heusden, het programma over politiek. En elke week hebben wij natuurlijk een
een lijsttrekker aan tafel zitten. Vandaag Antoine Aarts van Heusden Verbindt. Wat we ook elke week hebben, Erik, is dat de vorige gast die mag een vraag stellen aan in dit geval de gast die we nu in de studio hebben. En vorige week hadden we van D66 Erik van der Beek. Dus laten we naar de vraag luisteren van Erik en dan wil ik heel graag jouw reactie daarop horen. Hallo Antoine, met Erik van der Beek van D66. Jij bent nieuw in de gemeentelijke politiek. Je geeft aan in de mediaberichten die ik over je lees dat je vooral geen tegenpartij wil zijn en wilt meewerken, maar dat wringt. En hoe zie jij nu een toekomstige samenwerking met andere partijen vormgegeven in de gemeente Heusden? Nou, een duidelijke vraag, Antoine. Hoe zie jij een samenwerking met de huidige partijen in de gemeente Heusden? De vraag is in alle oprechtheid, hè, of je de goed weershow die er continu wordt gegeven ook een meerwaarde is van Heusden. Wat bedoel je met de goed weershow? Als ik heel even aan mag leggen. Afgelopen week zie je bijvoorbeeld drie coalitiepartners in de Langstraat Media. Je ziet, was het 2 weken terug, zat D66 samen met VVD. En het is eigenlijk allemaal, ze kunnen net zo goed 1 grote partij zijn. Mm-hmm. Ja, dan werkt dat samen, dat klopt. Maar kijkend naar het belang van de burger. Als je afgelopen week ook in diezelfde uitzending keek, er zijn mensen die vertelden dat de stoeptegels zo slecht liggen dat ze de polsen gebroken hadden. Staat gewoon, dan kunnen we terugkijken. Mm-hmm. En dan wordt daar gewoon overheen gepraat van dat wel eens gebeurt. Ja, ik denk iedereen die hier in de regio woont, die gisteren nog in de krant, Oud-Heusden. Het is gewoon dramatisch gesteld. Dus samenwerken. Samenwerken gaan wat mij betreft echt. En wij zijn echt geen tegenpartij, maar we hebben wel een hele sterke focus op resultaat. En dat maakt wel het verschil. We denken daar echt anders in. Maar als je kijkt naar het partijprogramma van eigenlijk de 9 partijen die meedoen doen met de verkiezingen. Ja. Ja, ze komen natuurlijk wel voor 85% komen ze overeen. Daar zitten maar relatief weinig hele grote verschillen in. Nee, dat is gewoon niet waar. En waarom is het niet waar? Ze komen, nou, ik moet goed formuleren. Ze komen wel overeen, maar ze kunnen niet waarmaken. Als je gaat kijken naar bijvoorbeeld een PvdA. Wat staat daarin? In 2030 CO2-neutraal Heusden. Ja, dat kun je wel opschrijven. Maar vertel mij nog maar eens dan hoe. Mm-hmm. Wat ik vertelde, ik werk op de Wageningen Universiteit. Ja, dat is een mission impossible. Punt. Als je gaat praten over de huidige organisatie op zijn gemeentehuis. Die zijn gewoon niet in staat om die focus op resultaat neer te leggen. Ik bedoel, achterstallig onderhoud. Een mooi voorbeeld. Vorig jaar in september, volgens mij van Gorter, van D66, mm-hmm, die gaat akkoord met een aantal van €80.000 om onderhoud te plegen aan wegen. Onder andere, dat zou vorig jaar gebeurd moeten zijn, de 30 kilometer wegen, dat zou hier dan in de Achterstraat. Ik heb toevallig 2 weken geleden een mail gestuurd, zeg, hoe staat het ermee? Ja, dan kreeg je het antwoord, zijn we mee bezig. Mm-hmm. Ja, dat gaat bij ons niet gebeuren. Nee. Maar goed, dat betekent wel, jij bent echt op het resultaat, hè? Dat is wat je, wat je predikt. Ja. Dat mis je dus bij de huidige politieke partijen nu in de gemeente Heusden. Toch zul je moeten gaan samenwerken. En dus als je teruggaat naar de kern van de vraag van Erik van der Beek van D66, hoe ga je dan proberen die samenwerking op touw te zetten? Wij, als ik kijk naar, zeg maar in mijn werk, mm-hmm, ik kom vaak binnen, dan heb ik een veranderagenda. Ik kan je vertellen, in 9 van de 10 gevallen begin ik altijd alleen te lunchen. Want ja, je hebt iets wat moeilijk te begrijpen is. Na verloop van tijd zie je dat heel erg verandert en dus veel meer een team komt. Je moet, Heusden moet veranderen. En samenwerken kan alleen als andere partijen ook echt willen veranderen. Mm-hmm. En anders zijn we geen tegenpartij, maar we zullen dan ook continu die focus op resultaat blijven benoemen. Yeah. Als je naar de CO2-neutraal kijkt in Heusden, dan moet gewoon weer gebeuren. Mm-hmm. En dan kunnen we met z'n allen heel vriendelijk naar elkaar zitten kijken. Maar daar komen we niet verder mee. Wij willen Heusden verder helpen. We gaan niet lopen schuppen. We gaan niet lopen moeilijk lopen doen. Maar we gaan wel zeggen, als dit het resultaat is, wat betekent dat? Ja. En als je dus wilt samenwerken, moet je dan ook samen dat resultaat durven te bereiken. Ja. En op het moment dat je alleen maar zegt, wij willen altijd vriendelijk blijven. Als ik nog heel even mag. Afgelopen week zag je bijvoorbeeld ook Casper van der Brand. Die was ook in Langstraat Media. En die benoemde op een gegeven moment ook hetzelfde thema, samenwerken en hoe ga je dat dan doen. Ik mailde hem naar de hand en met betrekking tot de laatste vraag die gesteld werd, dat was een andere vraag. En hij pakte terug op dat stukje, dus met andere woorden, of ik me aangesproken voelde. Nee, totaal niet. Met mij kun je echt heel goed samenwerken. Marco, we kennen elkaar niet supergoed, maar we komen elkaar regelmatig tegen of zo. Mm-hmm. Volgens mij ben ik echt niet de moeilijkste en volgens mij ben ik echt niet een brainschupper. Maar,
zet wel resultaten centraal. En als je politiek wil bedrijven en je wilt echt iets bereiken voor Heusden, dan moeten we des gaan doen in plaats van elkaar allemaal vriendjes blijven. Dat gaat gewoon niet meer. Dat brengt het in ons niet. Ja, verder. Precies. En je geeft ook aan, in het kader van veranderen, je wil dus die schoon schip agenda. Ja. Dat betekent dus niet alleen maar veranderingen binnen de partijen, maar dan wil je ook gewoon echt beleidsveranderingen in de gemeente zelf terugzien. Nou, als je ziet, hè, dan moet je voor de gein, hè, ook de luisteraars, je moet voor de gein naar LinkedIn gaan en eens kijken naar onze gemeentesecretaris. Die zie je de afgelopen week dan weer dartelend met een inspiratiewandeling door de duinen heen gelopen met allerlei mogelijkmakers. Dan zie je weer mogelijkmakers die aan het krassen zijn met tekenborden van hoe gaan we Heusden verder brengen. Maar je ziet ze nooit iets mogelijk maken. Is dat een hele zwart-witte uitspraak, Antoine? Tuurlijk. Ik bedoel, om te veranderen moet je natuurlijk even naar de uiterste. Mm-hmm. En natuurlijk gaan er heel veel dingen goed. Maar serieus, als ik kijk naar de laatste 5-6 posts van zo'n gemeente, gaat alleen maar over dat. Mm-hmm. Dat gaat niet over hoe gaan wij nou eens mogelijk maken dat wij, als we in september iets afspreken, dat voor het einde van het jaar een achterstraat in dit geval is gefixt, dat het toch gefixt is. Als ik nog een voorbeeldje mag, een zeker meneer, volgens mij heette die uit mijn hoofd, moet ik praten hoor, Lahai, die komt uit Hekersen, Hedinghuizen, en die had in september ingesproken, die heeft vorige week, 2 weken terug weer ingesproken rondom vrachtverkeer in zijn gemeente. Elke keer wordt hij gewoon aan het lijntje gehouden. Hey, we beloven iets en dan komt hij daar een half jaar later op terug. Ja, dat hadden jullie gezegd. Ja, niet aan toegekomen. Mm-hmm. En het wordt gewoon geaccepteerd. En als je dat nou gaat projecteren op het partijprogramma wat jullie hebben, dus jullie zeggen anders denken, anders doen. Kijk, je weet dat je dus in je eentje niks voor elkaar krijgt. Je zult toch gewoon andere partijen, andere mensen mee moeten krijgen. In hoeverre kun je dan bepaalde beloftes ook daadwerkelijk hard maken? Of zeg je dan gewoon van, joh, ik doe die beloftes gewoon niet. Maar goed, dan weet de burger ook niet waar die aan toe is. Nee, we doen die beloftes wel degelijk. Alleen, we moeten dan wel dat centraal stellen. En als je dan zegt, hoe gaan we er samenwerken? Ik vind wel twee verschillen. Hè? We hebben het hier over de wat wil ik bereiken vraag. En nu wil je eigenlijk een antwoord op de hoe gaan we doen vraag. Dat zijn twee totaal verschillende niveaus. Wat willen we bereiken? Is dat knalhelder in de partijprogramma's? Ja. De hoe vraag. Ja, dat zal dadelijk afhankelijk zijn hoe belangrijk vindt bijvoorbeeld dan zo'n vraag stellen van D66 om, ik noem maar eens iets, dat klimaatdoel te halen. Ja, als je daar dan volgens mij met elkaar op de inhoud over hebt, dan heb je volgens mij een heel andere, misschien hebben we een hele goede punt dat je zegt, verdomd, daar hebben we niet aan gedacht. Mm-hmm. En vice versa. Maar ik vind het zo opmerkelijk dat in heel deze verkiezingen, want we krijgen het ook vaker terug van Bruin Schub, dit en dat. Iedereen heeft over de wat willen we bereiken vraag, want dat staat in die programma's. En vervolgens duiken ze al gelijk af naar de hoe. Ja, dus eigenlijk zeg je van ze slaan gewoon een aantal stappen slaan ze over. Ja. Ik denk dat we eerst met elkaar moeten vaststellen wat is voor Heusden echt van belang. En Daar gaan we straks nog over allerlei topics hebben. Mm-hmm. En dan creëer je een klimaat van, joh, zitten wij daar op één lijn? Ja. Kijk, ik bedoel, ik werk met PvdA, GroenLinks. Als je kijkt naar die CO2 neutraal in 2030, is niet realistisch. Maar ik zou met hun, als hun daar ideeën hebben hoe ze dat wel zouden kunnen bereiken, ja, luister, bel me op, want ik ben echt benieuwd. Want misschien weten we een aantal dingen niet. Dat is een mooi voorbeeld al, denk ik. Dus zijn er eigenlijk partijen waarvan je zegt van, joh, daar wil ik gewoon absoluut niet meewerken? Of zeg je van, ik sta gewoon echt open voor elke suggestie en alsjeblieft, ga met me in gesprek? Wij staan open echt voor alles en ik heb geen enkele, nadelige gevoelens of wat dan ook. Mm-hmm. Voor welke partij dan ook. Ja, dus. Als je kijkt naar jullie partijprogramma, Antoine, jullie hebben een vijftal mensen op de lijst staan. Die hebben natuurlijk allemaal een eigen aandachtsgebied. Ja. Wat er wel uitspringt, als ik het lees, is dat het wel heel veel gaat over Vlijmen. Ja. Hoe bereik je dan ook de rest van de gemeente? Ja. A, gaat het niet allemaal heel veel over Vlijmen. Hè? Je zei net bij de introductie even offline dat ook al. Mm-hmm. Kijk, klimaat is voor heel Heusden. Daar staat een echte passage in voor Heusden Vesting. Kijk, Heusden Vesting heeft een gigantisch probleem. En dat probleem is, ze kunnen geen zonnepanelen op de daken leggen. Nou, daar zitten allerlei mogelijkheden in. Op bijvoorbeeld met waterstof, een van de ideeën die we hadden. Daar staat verkeer, daar staat ook in Hekersen, is dat in Hedinghuizen, is dat gewoon een groot probleem. Achterstallig onderhoud, is dat in heel de gemeente een groot probleem. Maar het is nou eenmaal wel zo dat een van de topics die wij cruciaal vinden, dat is dat Gol, die zowel in Drunen, Nieuwkuik als Vlijmen speelt. Want zowel staat ook in ons programma, als je het goed hebt gelezen, dat het cultureel historisch gebied, zeg maar, van de spoorbruggen en de natuurgebieden daar, die zijn met name daar een issue. Mm-hmm. Maar het is nou eenmaal wel zo dat Gol
het meest vernietigende effect in Vlijmen zal hebben. Ja, precies. En dat is ook de reden waarom je daar ook je eigen speerpunt van gemaakt heeft. Heeft het misschien ook wel te maken met het feit dat je zelf daar ervaring mee hebt. Hè? Omdat je zelf natuurlijk ook in het gebied woont wat getroffen gaat worden in jullie ogen. Maar als je kijkt naar de kandidaten die jullie hebben. Ja, jezelf bent de Vlijmenaar. In Onkermudde. Ja, die wordt als Vlietberg-specialist neergezet. Je snijdt daar natuurlijk al een behoorlijk stukje Vlijmen natuurlijk aan. Dus dat is de reden waarom ik vraag, hoe bereik je inderdaad, los van de kwaliteit met betrekking tot de mensen, want dat staat buiten kijf, denk ik. Maar hoe bereik je dan inderdaad wel de andere Heuzenaren? Nou, we moeten je niet onvermeld laten. Er ook twee Drunenaren op staan. En die twee Drunenaren, een zware specialist in de agrarische sector. En een communicatiespecialist die ook bij Brabant Water bijvoorbeeld werkt. Dus die hebben ook goede plannen voor Drunen. Alleen ja, wij stap voor stap duurt de campagne natuurlijk. Je kunt niet alles in één keer communiceren. Precies. Ja. Het gaat in ieder geval over dorpen. En Heusden kent 11 dorpen. Ja, ik maak altijd mooie bruggen. Ook dat is overigens niet waar. Het zijn 11 dorpskernen. Nee, dat is niet waar. Nee? Nee. Wikipedia liegt. Ja. Dat kan ik precies zeggen. Het is namelijk 10 dorpen en 1 stad. Ah. Oh, je denkt dat Heusden stadsrecht heeft. Ja. Oh, is dat wel zeker. Nou, volgens mij zit je aardig goed ingeburgd. Wat dat betreft heel goed. Toch wil ik wel naar die dorpen. Zo simpel is het gewoon. Want als je het over het dorp hebt. Ja, beste mensen, kom je automatisch terecht bij Wim Zonneveld. Ja, beste luisteraars, Wim Zonneveld, Dorrit, blijft natuurlijk een klassieker. Van oudsher een Franse chanson, maar Wim Zonneveld heeft er echt een Nederlandse evergreen van gemaakt. Hebben gelijk alle talen gehad, Antoine. Bonjour. Nog steeds hebben we het over Heusden en met name ook Stembureau Heusden, want we gaan richting de verkiezingen van 16 maart. En dat is ook de reden waarom Antoine Aerts bij mij aangeschoven is als voorman van Heusden Verbindt. Antoine, het is altijd een goed gebruik om tijdens de uitzending ook wat dilemma's voor te leggen aan de gasten. Heel simpel, je krijgt met elk 5 dilemma's. En je hebt steeds maar 1 keuze om iets te realiseren. Dus de vraag is eigenlijk, welk project geef je voorrang als ik het heb over die dilemma's? Okay. Omdat je eigenlijk gewoon die euro maar 1 keer uit kunt geven natuurlijk. Hè? Zo simpel is het gewoon. En dan gaan we dadelijk, als we die dilemma's gehad hebben, dus gaan ze nog niet gelijk allemaal toelichten waarom wel, waarom niet. We gaan ze dadelijk wel 1 voor 1 nog eventjes kort de revue laten passeren. Eerste dilemma voor jou. Of er komt een vitaliteitsplein, of we gaan woningen bouwen voor jongeren. Laatste. Woningen voor jongeren. Woning bouwen voor jongeren. Oké. Okay. Tweede. Het verkeer gaat uit alle kernen van Heusden. Daar ga je jezelf hard voor maken. Daar ga je geld voor uitgeven. Of ik ga het achterstallig onderhoud in de wijken aanpakken. Het eerste. Dus je gaat echt het verkeer uit de kernen halen. Oké. Okay. En de onderhoud, dat komt dan... Dan gaan we daar toelichten. Ah, ja, precies. Nee, maar ik maak het even voor dat uitstraat helder. Ja. We gaan naar de derde. Een waterstoftankstation op het Hoog in Nieuwkuik. Ja. Of een modern sportpark de Hoge Heide in Vlijmen? Laatste. Een modern sportpark in Vlijmen. Oké. Okay. We gaan naar de vierde. Of je geeft je laatste euro uit aan de Heusdense sportpas. Of je geeft je laatste euro uit aan het behoud van Heusdense cultuurgoed. Ik denk wel dat ik de sportpas zou gaan. De sportpas? Ja. Oké. Okay. En als laatste, we zitten natuurlijk tussen 2 redelijk grote gemeenten in. Den Bosch en Waalwijk, als Heusden zijnde. Met wie werk je het liefst samen? Met Den Bosch of met Waalwijk? Mijn gevoel zegt Den Bosch. Je gevoel zegt Den Bosch. Ja. Ratio en gevoel, kan dat hetzelfde zijn? Of ja, daarom vind ik het een beetje moeilijk. Maar als we dadelijk gaan bespreken, kan ik daar wel iets over zeggen waarom. Ja, precies. Oké. Okay. Ik ga gelijk terug naar die eerste stelling. De stelling was, of althans het dilemma wat ik je voorlegde, of een vitaliteitsplein of woningen voor jongeren. En dan kies jij toch om dat, op dat moment toch die woningen voor die jongeren te gaan bouwen. Ja. Vertel. Ja, kijk, ik bedoel vitaliteit. Hè, we hebben hier een fantastisch goede fitnesscentrum. Hè, onder andere op de Hoge Heide. Dus dat kun je oplossen. Dat kun je door wandelen. Kun je op een andere manier. En jeugd. En dat geldt trouwens voor iedereen met betrekking tot woningen. Dat kun je niet oplossen. Dus als je dan een keuze moet maken. Dan is die 1 misschien via een workaround toch te bereiken. En het andere moet je gewoon fixen. Ja. Dus vandaar. Dus vandaar inderdaad. En met name ook omdat in de tegenwoordige tijd. Het staat echt op zijn laatste beentjes. Hè, die woningen voor die jongeren. Zie je kansen trouwens in de gemeente Heusden om voor jongeren daadwerkelijk iets te betekenen op het gebied van wonen? Ja, er zijn ongelooflijk veel mogelijkheden. En dat is, het is bijna
ongelooflijk waarom er niks gebeurt. Ja. Ik draag kennis van zeker 3-4 goede ideeën. Sterker nog, vorig jaar heeft in oktober heeft nog een meneer, ik ben even zijn naam kwijt, ingesproken met betrekking tot Flyman West. Die bood letterlijk aan, als je nu go zegt, gaan wij bouwen. Je hebt hier bij Jat de Pastoor lopen wat plannen. Er zijn allerlei inbreidingsplannen. Ik begrijp ook echt oprecht niet waarom hier niet, als we dan net al over die mogelijkmakers hebben, mm-hmm. waarom hier niet gewoon ook, en we hebben het over focus gehad. Ja, jongen, je moet gewoon dit jaar zeggen, we gaan 100, starten met 100 huizen bouwen. Dat is het doel, punt. Ja, maar kan het gewoon niet ook in het feit liggen dat het gewoon centjes kost? Nee, daar ligt het niet aan. Er staat iets van, er staat een groot aantal miljoenen staan klaar. Mm-hmm. Die gaan straks ervoor zorgen dat al die kernen overspoeld worden. Daar gaan we straks over hebben, waar we net al over gehad. Ja, als je dan, je had het straks over die laatste euro uitgeven. Ja, die wordt gewoon niet slim besteed. Wij hebben het, zeg maar, als grote lijn ook. Joh, maak nou eerst die eigen huizen op orde. Die achterstal nog onderhoud. Zorg nou eens gewoon dat je een goed plan hebt voor de toekomst. Dat je dadelijk ook niet achter de feiten aangelopen als die klimaat dan betreft. Mm-hmm. Heeft te maken ook met bouwen. Maar ga nou niet eerst, zal ik zeggen, eigenlijk geen verbetering, hè, aanleggen met Gol. Want voor Vlijmen gaat het niks brengen. Voor Drunen gaat het niks meer brengen. Want tot op heden waren er hele goede plannen, hè, die spoorlaan en zo. Dus mm-hmm. ik denk dat daar ook niks mis mee is. De echte oplossing voor die 30 miljoen is eigenlijk niks meer, niks minder dan Waalwijk helpen. Dat komt straks bij het laatste dilemma. Mm-hmm. Waalwijk helpen om hun industrieterrein verder uit te breiden. Want misschien nog wel leuk. Toen ik het. Wij mogen dan 10 nummers uitzoeken. Ik heb overwogen om Herman van Veen nog eens te gebruiken. Hè, van opzij, opzij, opzij. Ja, want dat is precies wat er gebeurt. Hè. De Heusdenaar moet opzij, opzij, opzij. Mm-hmm. Zodat ze vanuit Waalwijk door kunnen razen. En wij moeten hier, zal ik maar zeggen, alles zuur pakken. En of je nou in Drunen woont, in Nieuwkuik of in Vlijmen. Ja, dat is gewoon heel onverstandig. Nou ja, goed. Maar dan gaan we even terug. Want dat is namelijk een ander topic als het gaat over wonen in dit geval dan. Maar als met elkaar te maken. Ja, het heeft zeker met elkaar. Alles hangt met elkaar samen natuurlijk. Ben ik het helemaal mee eens. Heuze verbindt die dingen. Ben ik het helemaal mee eens. Maar eigenlijk zeg je heel makkelijk van, joh, er zijn een aantal plekken binnen de gemeente Heuze waar je gewoon aan de bak kan. Waar je gewoon kunt gaan bouwen. Niks aan de hand. Maar wat zou dan voor jou de achterliggende gedachte zijn waarom dat niet gebeurt dan? Ik weet het niet. Maar Schuts is wakker dan daar in ja, maar dan hoor je net die vraag van deze 60 jaar wil niet samenwerken. Mm-hmm. Want dat is wat we doen. We schudden de boel gewoon wakker. Ja. En we stellen die vragen. We pakken die focus. Is, als je kijkt naar alle programma's van alle 9. Dus niet alleen die van jullie, maar ook van alle partijen. Overal staat woningen bouwen. Woningen voor jongeren moet bovenaan staan. En als ik jou hoor, komt er gewoon niet van. Maar waar? Nou, zover. Hè. Als je kijkt, in 2018 stond ook in de partijprogramma's. Er is natuurlijk op zich ook best veel gebeurd. Hè. Want het is niet zo dat het allemaal kommer en kwal is. Hè. Laat het even. Zeggen. Ik bedoel, we hebben Geerpark. Geerpark, de Grassen. En Haagstig heb je het Victoriapark. Wat natuurlijk. Ja, daarom. Ik zeg ook niet dat het allemaal slecht is. Maar het moet wel versnellen. Mm-hmm. En als je wil versnellen, moet je dus een tandje bijzetten. Ja. En dat gebeurt gewoon niet. Dus als je met elkaar zegt, joh, normaal stond in de planning 100 huizen, wordt je dit jaar 200. En dan moet je gaan kijken, wat moet er dan voor gebeuren? Ja, wat stopt ons om dat te doen? Mm-hmm. Wat stopt ons vandaag om dat te gaan doen? En fix dat. Nou, volgens mij is dat een hele mooie, hoe zou ik het zeggen eigenlijk? Ja, ik weet het niet. Zeg maar. Ja, een mooie aanleiding om in ieder geval daarover met jouw collega politieke partij in gesprek te gaan. Zeker, daar was ik eigenlijk naartoe. Even heel kort, dan gaan we daarna weer lekker eerst naar een muziek luisteren. Verkeer uit de kernen van de gemeente Heusden of het aanpakken van het achterstallig onderhoud in de wijken. En daar kies jij toch voor het verkeer uit de kernen van de gemeente Heusden. Ja, omdat een verband had met het ander. Kijk, wanneer je natuurlijk achterstallig onderhoud hebt, mm-hmm. dan vervolgens heb je geen verkeer. Ja, dan weet je, dat heeft een rare verhouding. Mm-hmm. Ik bedoel, natuurlijk moet die achterstallig onderhoud absoluut gebeuren. Ja, want jij zegt net zelf. Als je het dan heel even afrondt, hè, als je dus die achterstallig onderhoud fixt, maar vervolgens fix je niet het verkeer, dan ben je over een jaar precies weer waar je vandaag was en ben je hoop geld kwijt. Maar is het dan niet beter om het andersom te doen dan? Want je vertelde net dat je krijgt reacties van mensen uit de gemeente, er liggen stoepstegels scheef, bomen die groeien over de fietspaden heen, alles gaat mis. Dat moet echt aangepakt worden en dan nog kies je voor eigenlijk de voorkant. Kun je dan nu veel beter de achterkant dicht houden en vervolgens die voorkant dan open? Nou ja, kijk, wat jij doet is volgens mij precies wat al die politieke partijen doen. Dat is namelijk dweilen met de kraan open. Mm-hmm. Dus wij houden ervan om eerst te fixen en vervolgens het eigen huis op orde en vervolgens daarop door te pakken. Maar zeg jij niet van ik ga eerst fixen het eigen huis op orde?
Volgens mij is dat precies wat die andere partijen zeggen. Ja. Eerst zorgen dat alles weer netjes is en dat we kunnen zorgen dat iedereen gewoon veilig door de gemeente Heusden kan rijden. Ja. Fietsen, lopen, wandelen, net whatever. Om vervolgens dan aan te gaan pakken dat we die kern zeg maar, vrij gaan maken van verkeer. Ja, maar tussen zeggen en doen, dat is één. En twee, als je dan vervolgens daaraan bijtelt dat met de structuren die ze nu voorleggen, massaal het verkeer door die wijk heen gaat, is dat een onwaarheid die ze vertellen. Het klopt niet wat ze vertellen. Hè? Al die partijen... Ja, maar het gaat niet over de onwaarheid van wat is nou waar of wat is nou niet waar met betrekking tot verkeer. Nee, het gaat erover van, joh, gaan we eerst zorgen dat de winkel op orde is, zoals jij dat zo mooi zegt, om vervolgens te fixen. Aan de achterkant moeten we zorgen dat het dicht blijft. Dus we moeten zorgen dat de gemeente Heusden leefbaar blijft. Alle stoeptegels recht liggen, alle bomen gesnoeid zijn. Ja. Om vervolgens dan door te gaan pakken op het feit dat we dan gaan kijken, hoe kunnen we dat verkeer uit die kernen krijgen? Of zie ik dat verkeerd? Ik denk dat je het verkeerd ziet. En dat denk ik echt. Ja. Op het moment dat je eerst alles gaat fixen, om vervolgens dan maar te gaan kijken, hoe gaan wij dan dat verkeer regelen? Ik bedoel, voor hetzelfde geld gaat dadelijk, waar je net gefixt hebt, en je zegt, joh, dit is goed, want we gaan straks, pak even de wijk waar wij wonen, Vlaamse Hoeve, daar gaan vandaag 500 auto's erheen. Stel, en overigens, dat is een nieuwe wijk, dus daar ligt het er op zich goed bij. Mm-hmm. Maar stel dat daar achterstallig onderhoud zou zijn. En je zegt, joh, voor die 500, die gaan we aanpassen en we zijn weer klaar. Daar komen weer 10 jaar lang 500 auto's overheen. Maar die nieuwe structuur, die zegt dadelijk, ja, maar hoog eens even, dan gaan er dadelijk 5000 overheen. Een 400% was 600% stijging of zoiets in totaal. Ja, dan rij je alles weer kapot. Kun je weer opnieuw beginnen. Mm-hmm. Dus je moet eerst een visie hebben, een end in mind. Waar wil ik naartoe? En vervolgens te zeggen, oké, okay, en dan ga je stapsgewijs die zaken doen. Dus dan zou je niet oneigenlijke. Ja, maar dan zou je niet kunnen zeggen van, joh, stel nou dat het waar is. Hè, dus jullie hebben een berekening gemaakt, dus ik ga ervan uit dat die klopt. Dat je zegt, joh, luister eens, ik heb berekend dat er geen 500, maar 3000 auto's door die wijk heen gaan. Dan kun je daar toch op voorbeduren bij het opknappen van het achterstallig onderhoud. Ja, dat is een mooi punt. Als je daar, en dan komen we toch een beetje op de Gol terecht ook. Ja, nee, dat geeft niks. Dat is een speerpunt voor jullie, hè? Ja, dat klopt. Maar in heel de Golcijfer staan die 3000 auto's niet. Dus zo erg is het. Als mensen nu thuis zitten, kunnen naar de gebied. Nee, dat snap ik. Daar gaan we dadelijk over hebben. Dat die Gol inderdaad, cijfers die zijn, CO2 niet meegenomen is. Ja. Nou, dat hebben we allemaal gehoord van de week ook. Maar hoe ga je dan het fixen? Maar waar het mij om gaat, is dat is wat jij neer wil leggen, dat punt. Is dat je zegt, joh, luister eens, zorg nou eerst dat inderdaad dat verkeer eruit is. En dan gaan we kijken, hoe kunnen we de boel oplossen. Maar we kunnen toch veel beter zeggen, even los van de cijfers, berekeningen, CO2, alles wat er meegenomen is. We gaan nu zorgen dat er zo maximaal mogelijk, zoveel mogelijk auto's door een bepaald gebied heen kunnen. En daarom gaan we dat gedeelte gaan alvast achterstallig oplossen. Volgens mij ben je dan de kraan aan het dichtgooien en kun je dit wel op een gegeven moment weggooien. Maar op het moment dat je dus door allerlei woonwijken heen gaat rijden en je zegt dat is allemaal mooi schoongemaakt. En vervolgens ontstaan er levensgevaarlijke situaties. Uh-huh. Is toch niet te doen? Ja, maar nu zijn er ook levensgevaarlijke situaties. Want nee. Nu liggen die stoeptegels scheef. Er was heel toevallig gisteren. Oh, zo, ja, dat klopt. Gisteren was er een vrouw die fietste op een gegeven moment langs de pad naar Hekensen, zoals gij het zo mooi zegt. Ja. Ja, die moest een 360 maken onderhand om een paar boomtakken te ontwijken. Dat soort dingen. Dus dat is ook achterstallig onderhoud. Nee, maar helemaal eens. Helemaal eens. Maar ik zeg altijd, het is voor mij ook niet of. Zeg ik dan, hè? Of het een of het ander. Ja, dus ja. Het is voor mij en. Laat dat even duidelijk zijn. Ja. Maar ik geloof wel, als je dat dilemma zo voorlegt, dan zeg je eerst van, joh, luister eens. Ga eerst zorgen dat je structuur helder hebt, voordat je dan zeg maar aan het volgende gaat. Want dan kun je ook met capaciteitsmanagement, dan kun je op allerlei manieren daarna gaan kijken. Dat is even de kern. Overigens, op dat fietspad waar je net over had, mijn eigen schoonvader ongeveer, wat zal het zijn, 10, 11 jaar geleden. Mm-hmm. Dat geeft dus aan over achterstallig onderhoud op hetzelfde punt ook hard gevallen. En sindsdien is er gewoon ook weer niks gebeurd, zeg maar. Volgens mij raak je nou gelijk je punt. Aanpakken dat achterstallig onderhoud. Ja, maar nogmaals, het is en of, hè. Ik wil zeggen, of en is het dan, geloof ik. Dus dat is helemaal juist. Ik heb je ook gezegd, je mag je laatste euro uitgeven. Dus je moest gewoon een keuze maken, zo simpel is het. Keuzes, Antoine. Yes. Muziek, ook keuzes. Zullen we er nog eentje ingooien? Je hebt een hele mooie gekozen. En we gaan hem gewoon erin gooien, want we gaan gewoon genieten van Elvis. Dit is Stembureau Heusden. Het draait om de verkiezing van de politieke partij. Deze week de partij Heusden verbindt. En nog steeds Antoine Aerts inderdaad bij mij aan tafel. En Antoine, je hoorde net Elvis met Unchained Melody. Yes. Eigenlijk ook van de Righteous Brothers. Hè? Maar waarom heb je voor deze versie gekozen? Ik vind het gewoon een mooi nummer.
Ik ben echt een Elvis-fan, moet ik zeggen. En als je dit kijkt, als je dit op YouTube kijkt, is ongeveer... Ik denk trouwens de laatste nummer die hij ooit echt gezongen heeft in bij leven. Mm-hmm. Ja, daar zie je, die kan je niet lopen. Hij hangt achter die piano. Microfoons moet vast worden gehouden. Ik denk, ja, je zou hooguit verwachten, er komt iets uit van... Bop, bop, bop. Maar ja, dan hoor je die stem gelijk, weet je wel. Het is echt, het is zo'n talent in alles. Nou goed, dat talent dat is inderdaad onontbeerlijk en... Hij is eigenlijk ook helaas te jong gestorven. Ja, hè? Ja. Dus zo simpel. Geldt ook voor andere hazes? Ja, dat geldt ook voor andere. Ja, dat geldt eigenlijk voor heel veel mensen. Ja. Absoluut, absoluut. We waren bezig met de dilemma's voordat we Elvis gingen draaien. We hebben er twee hebben gehad. Ik wil met jou toch nog eventjes naar een dilemma. En dan gaan we dadelijk ook richting de klok van 9:00. En zullen er ook uit moeten voor het journaal. Dus ongeveer over een minuutje of 5. Dus we gaan even heel kort het hebben over of een waterstoftank, een station op het Hoog was het dilemma. Ja. Of je bouwt een modern sportpark op de Hoge Heide. En je hebt toch gekozen voor de Hoge Heide. Ja. Kijk, ik vind waterstof en een tank... waterstoftankstation is het dan, hè, overigens. Ja, precies. Vind ik ongelooflijk van belang. We moeten die stappen gewoon gaan maken. Mm-hmm. En zeker op industrieterrein kun je van alles doen. En het heeft ook gelijk direct heel veel meerwaarde. Maar... Een ander belangrijk ding is natuurlijk dat we ook als samenleving ook graag willen blijven sporten, gezelligheid, et cetera. Corona maakt denk ik ook duidelijk. Zeker. Bovendien gaat, in dit geval hebben we het dan een sportpark de Hoge Heide hier in de Vlietbergen. Ja. Bovendien gaat Vlijmen dus de komende jaren ook enorm uit groeien. Hè. Er worden toch op zich veel huizen gemaakt, althans de planning. Mm-hmm. En het is wel reëel om te veronderstellen, zeker als wij gekozen worden, dat het echt gaat gebeuren. En dan heb je toch die faciliteiten wel nodig. En juist om heel veel frustratie straks ook in zo'n samenleving en de gemeenschap te voorkomen, wil je gewoon een modern sportpark hebben. Nu heb je een voetbalvereniging zitten op de Hoge Heide. Je hebt er een tennisvereniging zitten. Een hele mooie fitnessschool die is daar aanwezig. En ook nog wat horeca. Hockey. Waar je nog ook kan doen. Hockey ligt natuurlijk iets verder op de gemeente. Maar qua velden ligt het wel tegen elkaar. Ja. Wat mis je dan nog op het... Nou, het is niet zozeer het missen. Nee, oké, sorry. Maar het is niet zozeer het missen, maar het is wel, zeg maar, het moet gemoderniseerd worden. Hè. Je kunt je bijvoorbeeld denken, als je dan, daar zou je ook bijvoorbeeld bepaalde klimaatmaatregelen kunnen nemen. Hè. Kijk even naar Waalwijk, hè, waar ze een heel gasvrij sportpark hebben. Maar zo kun je bijvoorbeeld ook denken dat die, volgens mij, die kleding, de douches en zo, ik denk dat die al uit de jaren 90 of zo, of nog ouder zijn. Dus ook de gezondheid daar neemt wat toenemende risico's. We hadden net even kort over Vitaliteitsplein. He, er ligt daarnaast een mooi braakliggend terrein. Wat men dan opeens weer spoedwoningen neer wil zetten, is buitengewoon onverstandig. Want op de Vlieberg worden er ook bijvoorbeeld crossveldjes en alle speeltuintjes worden weggehaald. Ja, en daar zou je eigenlijk gewoon een echt een mooi, ja, ik zou bijna zeggen vitaliteitsgebied of sportgebied, je mag het noemen hoe je het wilt, kunnen maken. Ja, en tegen een natuurgebied aan, waar mensen ook nog eens kunnen wandelen, horeca kan gebruikt worden. Dus ik zie daar heel veel kansen. Ik ga daar niet over, hè. De gemeente gaat er niet over. Hè. De lokale, hoe zeg je zoiets, de stichting van de Hoge Heide, die heeft allerlei plannen. Ja. Ja, weet je, ik vind daar enerzijds ruim baan, maar ook wel in de zijkanten moeten we denk ik wel een van de lokale bewoners ook denken. En is het, want nu halen we echt even specifiek het sportpark in Vlijmen eruit. En Drunen is natuurlijk. Ik wou net zeggen, want in andere dorpskernen is het exact hetzelfde natuurlijk. Maar dat is maar wat verder, hè. Daar is, eigenlijk is het... Zo ongeveer een geaccordeerd geheel. Ja, precies. Stap, precies. Ja. Als je het hebt over waterstof. Heel even kort nog eventjes voor het journaal waterstof aantippen. Waarom vind jij, doe het even in twee zinnen. Waarom vind je het zo belangrijk om ook die waterstof zeg maar echt te laten komen? Nou ja, waterstof is, laat ik het andersom beginnen. Onze energiebehoefte bestaat grofweg... Twee zinnen zei je. Ja oké. Het gaat om snelheid. Hè. Waterstof is, warmte. Is ongeveer 2/3 van onze energiebehoefte. Mm-hmm. 1/3 is in, gewoon elektriciteit. Waterstof, die biedt zoveel mogelijkheden om, in die energiebehoefte te voldoen. En anders dan zonnepanelen en bijvoorbeeld windmolens kun je waterstof ook opslaan. Dus als het 's nachts waait en niemand gebruikt energie, ben je op dit moment daar de energie kwijt. Mm-hmm. Terwijl als je daar diezelfde windmolen zou gebruiken, waterstof te maken, kun je het gewoon opslaan. Maar van de andere kant, ze zijn al zo lang bezig met waterstof en alles te proberen te ontdekken en te ontwikkelen. Waarom komt het dan gewoon niet van de grond af? Nee, dat is dan juist de weergave.
een onjuiste weergave, want in Groningen bijvoorbeeld, newenergy.nl voor degenen die geïnteresseerd zijn, worden gigantisch goede resultaten geboekt. Hele dorpen, steden gaan over waterstof. In de overheid, 35 miljard wordt besteed aan subsidies de komende jaren aan waterstofontwikkeling. Heuzen zou er heel slim aan doen om heel vroeg op die trein te springen. Kan je heel veel voordeel behalen. Nou, hou vast. Gaan we daar misschien nog een beetje over hebben. Met name ook bij dat klimaat. We gaan richting het journaal en wij komen straks terug met het tweede uur met Anton Aarts van Heusden Verbind. Radio HTR, 24 uur per dag. Dit is Stembureau Heusden. Het draait om de verkiezing van de politieke partij. Deze week de partij Heusden Verbind. Ja, en dat is natuurlijk nog steeds met Anton Aarts. We zitten steeds in de zesde uitzending van Stembureau Heusden. We hebben een aantal gasten gehad, Anton, en je bent de zesde. Hoe vind je dat nu toe gaan? Nou, hartstikke interessant. Zowel online als offline, zeg maar. Ja, ik wou net zeggen. Dus nou, dames en heren, voor degenen die het niet kunnen zien. Ja, we hebben een webcammetje hangen in de studio. En daar kunt u ook op meekijken wat we allemaal doen. We doen het allemaal keurig netjes. Maar zo ziet u ook hoe dat het aan toe gaat in de radiostudio. Op het moment dat er wat muziek gedraaid wordt. Of het journaal is er. En zo hebben we toch nog wel wat pittige discussies. En we hebben natuurlijk ook nog te maken met de nieuwkomer Heusden Verbind, Anton. Eerste uur hebben we al wat dilemma's met elkaar besproken. We hebben ook besproken van nou, hè, wat gaan jullie doen om daadwerkelijk misschien wel de politiek in Heusden wat te gaan veranderen. Kijk het naar jullie programma. Jullie zeggen anders denken, anders doen. En kom ik toch automatisch uit bij de Gool. En de Gool is gewoon een heel groot speerpunt voor jullie. Maar als je het hebt over de Gool, dan heb je het ook gelijk over de GVVP. Gool, voor degenen die het niet kennen, dat staat voor de gebiedsontwikkeling Landstraat. En de GVVP, dat gaat echt over in dit geval het gemeentelijk verkeer en vervoersplan. Waarom is dat niet hetzelfde in jouw ogen, Anton? Het zijn vanuit de politiek gezien twee verschillende projecten. Hè? Dus je hebt het Gool en het mobiliteitsplan. Dat is even wat makkelijker uitleggen dan GVVP. Nee, maar het een heeft wel nadrukkelijk verband met het ander. Even als je het heel plat zou slaan, zou je kunnen zeggen dat het Gool een aflever- en een ontvangspunt is van het verkeer in en of uit Vlijmen. En alles wat in Vlijmen gebeurt is dan het mobiliteitsplan. Ja, en het Gool, hè, voor degenen die het niet kennen, dat gaat zeg maar over het hele gebied de Langstraat, eigenlijk vanaf Den Bosch tot en met Waalwijk. Hè. Dus daar moet eigenlijk een hele grote rondweg komen om ook in dit geval verkeer uit de kernen te weren, om het tot verkeersluw te maken. Maar die Gool, jij bent er gewoon zwaar op tegen. Ja, ja, tel. Omdat, je zegt het eigenlijk al heel mooi, hè? De bedoeling was verkeer uit de kernen, maar het effect is dat verkeer in de kernen komt. Als je gaat kijken, laten we zeggen, als je bij Drunen begint, het begint eigenlijk al bij Baardwijk, maar laten we bij Drunen beginnen, is dat, laten we zeggen, rondom de cultuurhistorische goederen, hè, denk aan spoorlijnen, denk aan de natuur, is enorm nadelig. Gelijktijdig zitten er ook een aantal mensen die daar heel veel voordeel van gaan hebben. Want in principe zou je kunnen zeggen dat die A59 dan geconnect wordt aan daar die overlaatweg, zeg ik dan maar heel even, die rotonde. Ja. Dus daar kunnen we van alles van vinden daar, maar dat zit dan met name in natuur en in de cultuurhistorische hoek. Kijk wat verder richting Vlijmen. Dan betekent dat, of gaan we eerst naar Nieuwkuik. Bij Nieuwkuik gaan de op- en afritten dicht. Dus heel veel mensen weten het ook niet. En die worden verlegd naar de Vlietberg. Dus Nieuwkuik wordt in principe vanuit de snelweg onbereikbaar. Rechtstreeks. Je gaat naar de Vlietberg, zeg maar. De Kennedybrug over daar rechts beneden blijft die liggen. En de volgende afslag is dan eigenlijk, als je bij de eerste afslag naar Bos gaat, zeg maar bij het kamp, ga je bovenin en dan ga je daar straks links en dan rij je langs het Engelenmeer zo naar door de polder naar de Vijfhoevenlaan. Ja, ja. En dan heb je dus te maken met een hele hoop partijen die daar iets van vinden en die daar ook iets tegen willen beginnen. Hè, tegen die plannen van de Gool. Waar zit voor jullie zeg maar het knelpunt? Nou, als je gaat vanuit, hè, we hadden straks over wat doe je allemaal voor werk en zo. Nou, als allereerste, er is nog nooit een probleem opgelost door een groot probleem dichter bij een ander probleem te leggen. Dat is één. Wat er gaat gebeuren is dat je straks, en dan praten we echt over immense aantallen, vanaf die A59 ga je dan zware naar die rotonde en kom je bij de Kennedybrug. Nou, bij de Kennedybrug, dan begint eigenlijk de ellende. Want namelijk, dat verkeer moet ergens naartoe. En in de voorkeursscenario's van de gemeente kom je straks eigenlijk bij de
Katrinestraat aan, dat wordt één richtingsweg. Kun je twee kanten op. Mm-hmm. Heisteeg en de Vlaamse Hoeve. En vanaf dat moment gaat het, dan praat je echt zomaar over, volgens cijfers van de gemeente zelf, iets van 800 vrachtwagens, bewegingen. 800 bewegingen per dag. Mm-hmm. Die door woonwijken heen gaan, die door, door allerlei kernen heen gaan. Dus ik je weet, hè, ik wil heel graag in discussie met de mensen. Want ik begrijp oprecht niet, dat al die andere partijen kunnen zeggen, wij willen het verkeer uit de kernen, terwijl overduidelijk hun eigen cijfers, hè, door de kernen allemaal wordt geleid. Als je het hebt, dus eigenlijk zeg jij, die rondweg die kan er wel komen, maar er moet natuurlijk wel verkeer van en naar Vlijmen, of van naar Drunen, naar Nieuwkuik, noem maar op. Ja. En dat kan gewoon niet zonder ook die kernen te belasten. Nou ja, als je nu kijkt, nu zoals het nu is, ik zeg niet dat het nu perfect is, maar als je nu kijkt, als je bij Nieuwkuiker afgaat, en dan weet ik dat iedereen vindt dat bij Nieuwkuik het ook niet goed is, Gol gaat dat stukje om te beginnen niet oplossen. Het zal erger worden. Bij Nieuwkuik straks, als je Vlijm uit wil rijden, ga je straks een groot probleem krijgen. Want namelijk, dat verandert in principe niet. Mm-hmm. Nogmaals, cijfers van de Gol en de gemeente zelf. Wat je dadelijk gaat krijgen, als je bijvoorbeeld naar het Hoog gaat, en je bent een vrachtwagenchauffeur, dan ga je bij de Vlieberg af, en dan kun je kiezen, of over de Nassolaan, of door die woonwijken, en dan moet je weer helemaal terug, naar het Hoog. Alternatief, dan gaan we bij het Eier af. Nou ja, ik weet niet of mensen bij het Eier wel eens opkomen, maar als je daar dan met duizenden auto's erop moet, ja, dan gaat het ook niet worden, hè? Daarboven is het levensgevaarlijk. Ja. Woon je bijvoorbeeld op een geerpark, betekent eigenlijk dat je straks gewoon 2 kilometer moet omrijden, voor je plaats van bestemming bent. Maar hoe ga je het aanpakken dan? Want wat zou dan een optie zijn? Kijk, we weten dat de Gol een hele hoop tegenwerpingen oproept. Er zijn ook al bij de Raad van State ook al een hele hoop mensen geweest die zeggen van, joh, doe het nou niet, want dit en dit en dit en dit. 25 november in 2021 heeft de Raad van State een uitspraak gedaan. Goed, dat was met name natuurlijk wel gericht op dat stukje stikstof. En die heeft gewoon gezegd, we vegen alle tegenwerpingen van tafel en we gaan gewoon verder. Ja. Maar hoe gaan we het dan? Dat moet opgelost worden. Ja, kijk, Gol heeft ook heel veel goede kanten. Hè? Want het wordt net altijd gepercipieerd alsof ik een tegenstander ben van Gol in zijn algemeenheid. Mm-hmm. Dat is natuurlijk onzin. Gol kan, denk ik, met relatief kleine oplossingen al heel veel meerwaarde gaan bereiken. Maar zoals het er nu voor staat, betekent niks meer, niks minder dan dat je een gigantische stroom verkeer Vlijmen injaagt. Maar noem nou eens een concreet voorbeeld. We pakken eventjes, je noemde net al het Hoog in Nieuwkuik en de grote rotonde bij Nieuwkuik. Ja. Daar ontstaat een groot knelpunt, zeg jij. Ja. Wat is de oplossing? In jouw ogen? Nou, ik denk dat bijvoorbeeld als je daar de op- en afrit zou eens laten liggen. Mm-hmm. Je maakt wel degelijk die spoorlijn bijvoorbeeld, trek je door tot aan de Kennedybrug. Maar je zou die op- en afrit laten liggen. Ja, dan lijkt mij al 1000 keer makkelijker. Waarom? Als je naar het Geerpark moet, of je moet naar het Goog, of je moet in heel dat gebied zijn, dan kun je daar gewoon afrijden en oprijden. Terwijl als je bijvoorbeeld naar het centrum gaat, dan rij je inderdaad die spoorlijn gewoon af en dan kom je ook bij die Kennedybrug en vervolg je de weg op die manier. Nu ga je eigenlijk eerst alles Vlijmen voorbij laten rijden, om vervolgens alles weer terug te laten rijden, door de kernen. En als je kijkt naar de cijfers, is het eigenlijk nog veel dramatischer. Want er zijn een aantal kruispunten die dadelijk zo druk worden. Denk bijvoorbeeld aan bij die oudere mensen daar onderaan en die kennen die brug. Mm-hmm. Dat gaat dadelijk met 12, 13, 14.000 auto's. Is dat knelpunt op die, op dat kruispunt. Ja, maar waarom zegt dan de Raad van State, nou prima dat er tegenwerpingen zijn, maar we wegen ze toch van tafel? Omdat die daar niet naar kijken. Dus wat ze gebeurd is dat ze een Raad van State kijkt alleen naar het proces. Heeft iedereen netjes het proces doorlopen? Die kijkt niet naar de data of naar hoe loopt dat verkeer. Ja. Als je kijkt naar die data, en mensen kunnen het gewoon nu zien, staan hele blokken tekst van, of hele blokken van onze gemeente, staan er gewoon niet in. En daarnaast nog is het zo dat het mobiliteitsplan een volledige andere invulling heeft dan bijvoorbeeld de golfcijfers. Mm-hmm. Afgelopen week, mensen kunnen het op onze website zien, op onze Facebook. Afgelopen week stelt Jan Kleijan van Heuze Transparant de vraag aan de DNP-wethouder van, joh, heeft u enig idee hoeveel extra kilometers dat dit plan teweeg gaat brengen? Weet hij niet. Heeft u enig idee hoeveel extra fijnstof dat er uitgestoten gaat worden? Ja, nee, dat weten we niet. We kunnen niet in de toekomst kijken, zegt hij dan. Terwijl het verblijf op Vlijmen, als je dus gaat kijken naar al die cijfers,
betekent dat je zomaar 10, 20, 30.000 kilometer extra nodig hebt. Dus extra kilometers gereden moeten worden straks gemiddeld. Mm-hmm. Om op de plaats van bestemming te komen. Als ik concreet mag zijn. Je woont op de Mommensteeg. Dan heb je in ieder geval 400-500 vrachtauto's voor je kiezen per dag. Mm-hmm. En je wilt bijvoorbeeld naar de Aldi. Ja. Nou, dan rij je straks naar het plein. Dan ga je daar achterom, parkeer je auto. En let op, als je dan terugrijdt, dan moet je door de Vlaamse Hoeve. Ga je linksaf op de Woppen naar de oude Rabobank. Ga je rechtsaf en dan moet je via de achterstraat terug. Ja. Doordat het allemaal eenrichtingsverkeer wordt. Hm. Ja, weet je, dit is hier niemand iets aan. Goed, dus daar gaan jullie echt jezelf hard van maken. Jullie zeggen ook van, joh, luister eens, ik wil gewoon samen met mijn partij, wil ik gewoon die golfplannen nog tegen gaan houden. Dat is eigenlijk jullie ultieme droom. Nou, nee, dat heb ik nooit gezegd. Met name ook zeg maar dat GVVP, dat gemeentelijk verzieningsplan. We moeten even bij de feiten blijven. Wat we hebben gezegd is, jongens, Gol is een gigantische monoliet. Er zitten gewoon goede dingen, er zitten slechte dingen in. Gol als geheel snap ik best wel dat er dingen moeten gebeuren. Hè? Ik bedoel, waarom willen we dat Gol? Dat is ook van belang. Wij Heusdenaren moeten zo snel mogelijk van de snelweg af. Dat is gewoon het doel. Hè? Want die A59 die loopt vol. En Waalwijk wil snel uitbreiden. En de bol.com, weet ik allemaal wat er zit. Dat moet allemaal groter worden. Sprangkapelle komt een gigantisch nieuwe industrieterrein bij. Dus alles wat op de snelweg zit, moet er snel mogelijk af. Het effect is dus dat je als Heusdenaar zo snel mogelijk van die snelweg af moet. En dus door de dorpen, kernen, et cetera, moet gaan rijden. Nou, als dat nou eenmaal zo is, dan is dat zo. Maar dat wil niet zeggen dat heel Gol slecht is. Maar dan moet je wel kritisch kijken. Wat betekent het voor ons als Heusdenaren? Maar is dan een rondweg naast de snelweg gewoon niet een goede oplossing dan? Dat is wel zeker. Mm-hmm. Nee, maar dan heb je ons ook niet horen zeggen dat het niet zo is. Mm-hmm. Maar je hoort ons wel zeggen. Als je dan vervolgens ook nog allerlei op- en afritten gaat verleggen. En vervolgens leg je die bijvoorbeeld bij een Kennedybrug. Nou, ik daag mensen vandaag eens uit voor de gein om vanaf een Catharinastraat die Kennedybrug op te rijden. Het is al een klim. Ik zie het, hè? Ik loop er wel eens met de hond. Het is gewoon levensgevaarlijk. Nog sterker, als je dus nagaat dat in 2020, november 2020, heeft Van Bokhoven, DNP-wethouder, een filmpje neergezet op internet. En dat staat er nog. En dat wordt duidelijk dat de Kennedybrug is veel te gevaarlijk voor vrachtverkeer en fietsers. Dat vindt men hier. Mm-hmm. En toch doet men er helemaal niets aan. Ja, nu in de verkiezingsretoriek komt Hanny van der Dungen toevallig afgelopen week. Die gaat nu al zogenaamd allemaal vragen stellen. Terwijl een eigen wethouder de grote problemen veroorzaakt. Het is gewoon ook daadwerkelijk niet te geloven. Ik denk, weet je, ik bedoel, je kunt er bijna ook niks meer tegenaan zeggen. Want het is zo duidelijk dat het niet kan. Ja, maar goed. Dat betekent dus dat jullie gaan jezelf er hard voor maken om die plan in ieder geval gewoon anders te maken. Vind je medestanders, denk je, in jouw zienswijze? Zijn er ook een CDA, een Heuse Transparant. Die zijn ook geen groot voorstander van. Maar ik ben er ook van overtuigd. Als we dat straks weer terugpakken naar D66 en samenwerken. En je staat een uur bij elkaar met een tekenbord. En je kijkt gewoon objectief naar die data. Dan zie je dat dit geen oplossing is zoals het er nu ligt. Ik heb onlangs met Casper van der Brand toevallig, kwam bij mij op de koffie van gemeentebelangen. Ja. Daar had ik ook al even kort over. Ik zei, ja, als je een paar slimme aanpassingen doet die eigenlijk relatief klein zijn, dan denk ik dat je en dat betekent ook voor onze buurt nog steeds best veel auto's overigens, hè, want het is niet zo dat we daar blind voor zijn. Ja. Ja, hij wordt er emotioneel van, beste luisteraars. Dat valt me mee. Maar in ieder geval, voor de corona gaat dus nog wat kriebels in de keel. Ja. Maar als je gaat kijken naar die data, dan kun je inderdaad relatief simpel een hoop dingen doen. En ik wil ook nog niet onvermeld laten dit. Mm-hmm. Dat in de golfplannen zelf economische teruggang zit voor ons centrum. Dus leegstand. Als je daarnaar gaat kijken, dan betekent dat Gol eigenlijk voor het verkeerscentrum Vlijmen helemaal niet goed is. Hou vast. Die leegstand wil ik daar ook eventjes meenemen. De zonneslager van Tchaikovsky op het laatste IVC. Maar het orkest speelde Stravinsky en toen ging ze met me mee. Anoushka, wat de trein naar Rotterdam
want de vodka is op dronk. Anoushka, Anoushka, ik heb helaas geen kaviaar, maar de kikkerdril is gaar. Anoushka, Anoushka, ik bak voor jou een Russisch ei. Kom naar hier en blijf bij mij. Anoushka, Anoushka, leer mij dan de berentrojka. Dan leer ik jou de hoenpapa. Ik bouw voor jou een droompaleis onder de parade. Dat wordt ons Oetoldonski-paradijs. Dan breng ik jou een serenade. Ik bouw voor jou een droompaleis waar het Kremlin niet aan tippen kan. Vol blaasmuziek en romantiek, dat krijg je echt de roebels van. Als ik s'avonds onder de wol ga, dan heb ik het Siberisch koud. Maar dan droom ik dat mijn Anjuska nog altijd van me houdt. Anjuska, Anjuska, Kozatjek en Kazatjok, de taal is niet het struikelblok. Anjuska, Anjuska, ik heb voor jou een boerenkiel. Amadeiro geeft asiel. Anjuska, Anjuska, maak van de carnaval gezond. Vraag verlof van Gorbatsjov. Anjuska, Anjuska, leer mij dan de berentrojka. Dan leer ik jou de hoempapa. Een droompaleis onder de parade. Dat wordt ons Oetoldonski-paradijs. Dan breng ik jou een serenade. Ik bouw voor jou een droompaleis waar het Kremlin niet aan tippen kan. Vol blaasmuziek en romantiek, daar krijg je echt de roebels van. Ik bouw voor jou een droompaleis, een droompaleis onder de parade. Oetoldonski-paradijs, dan breng ik jou een serenade. Ik bouw voor jou een droompaleis, waar het Kremlin niet aan tippen kan. Vol blaasmuziek en romantiek, daar krijg je echt de roebels van. Ja, we zitten hier de roebels van. We zitten hier nog steeds met Antoine Aarts van Heusden Verbindt natuurlijk in de studio. Ja, Antoine, Anjuska van Spuit 11. Yes. 2005 heb mijn hoofd winnaar van het Kwekfestijn. Nee, hij is geen winnaar geweest. Hij is wel uitgeroepen als beste Brabants Oeteldongste nummer. Ja, dat was het. Ja. Hij heeft het nooit gewonnen. Dus, nee, dat vond ik juist een mooie. Wat dat betreft, ik moet heerlijk zeggen, als echte knotwilligendammer, dat ben ik dan inderdaad, ja. Ik heb nog wel eens een andere functie tijdens de carnaval. Maar ik kan dit wel ontzettend waarderen. Dus wat dat betreft, fijn dat jij in ieder geval dat nummer hebt gekozen. Ik wil nog heel even terug met jou naar het vorige onderwerp. Wat over de goal, wat over het effect van de goal, wat over het effect van de GVVP, hè? Dus van de mobiliteitsplan. Mobiliteitsplan, om het wat makkelijker te maken. Toen stip jij ook gelijk aan, het heeft ook economisch een effect, ja. Want het leidt tot leegstand. Ja, het is, er is geen enkele twijfel over dat de goal in combinatie met het mobiliteitsplan uiteindelijk zal leiden tot leegstand van de winkels. Mm-hmm. Daar hebben we overigens vorig jaar ook uitgerekend en voorgehouden in ingezonden brieven aan de gemeenteraad. Ja. We hebben dat helemaal doorgerekend. En dan blijkt dat je dan inderdaad onvoldoende auto's hebt om dat verkeer, of in ieder geval die omzet te halen. Oké, okay. Ja, je pakt inderdaad, terwijl je eventjes nog wat naweeën hebt inderdaad van een coronabesmetting. En waarover het over jou een glaasje water geregeld, dus op zich is toch wel fijn. Dus die leegstand heeft ook wel te maken met wat economische effecten inderdaad, ja. Maar we zullen nog even een rauwe nummerke draaien, dan kun jij nog even hoesten. Heel mooi. Een heel mooi nummerke, Sweet Child of Mine, maar dan in een heel andere uitvoering. Dit is HTR. Dit is Stembureau Heusden.
Ja, Stembureau Heusden met Anton Aerts nog steeds in de studio. En we hadden even een... Ja, we moesten even een korte break inlassen, want het werd hem eventjes te veel. Figuurlijk gezien, Anton, hè? Dus goed, Gol hebben we gehad. Dat is voor jullie een speerpunt. Wat ook een speerpunt is in dit programma altijd, elke week, is dat we namelijk ook een quiz hebben. Dat doen we namelijk met elke gast. Anton, wat gaan we dadelijk doen? Jij gaat voor mij dadelijk in een minuut tijd zoveel mogelijk vragen afgevuurd krijgen. En aan jou natuurlijk de taak om die vragen goed te beantwoorden. Dan gaan we kijken aan het einde van de rit hoeveel vragen heb je goed beantwoord. Dan gaan we ook automatisch kijken strakjes als iedereen is geweest, wat namelijk ook de eindstand is. Op dit moment staat Tom Blankers van de VVD bovenaan. Die heeft volgens mij die heeft 6 van de 9 vragen heeft hij goed beantwoord. Nou, die kreeg 9 vragen in een minuut. Aan jou gewoon de taak om zo snel mogelijk alle vragen te beantwoorden. En ik help je nog een klein beetje door de vragen snel te stellen. En mijn technicus vandaag, Erik van Tilburg, zit weer klaar met het klokje. Die houdt namelijk precies bij hoe lang het minuutje duurt. Dus dat gaat vanzelf goed komen. Ben je er klaar voor, Anton? We gaan het proberen. De minuut die gaat starten op het moment dat ik zeg maar als eerste mijn vraag ga stellen. Komt-ie. Wie was de burgemeester van Vlijmen tot aan de gemeentelijke herindeling in 1997? Grunsven? Nee, geen idee. Hoeveel vrouwelijke wethouders stelt de gemeente Heusden op dit moment? 0. Hoe heet de commissaris van de Koning in Noord-Brabant? Geen idee. Hoe heet het Heusden tijdens carnaval? Heusden? Ja, hoe heet Heusden tijdens carnaval? Geen idee. Welk bedrijf organiseert jaarlijks de Derby Cup voetbal in onze gemeente vanwege de 6 derbies die we daadwerkelijk kennen? Herkerton? Nee. Wil je na zo fout? Oh. Hoeveel raadsleden nemen na 16 maart plaats in de gemeenteraad van 29. Heusden? Welke partij is nu de op één na grootste partij in de gemeente Heusden? Gemeentebelangen. Wie is de huidige minister van Infrastructuur en Waterstaat? Weet ik niet. Waar was burgemeester Willemijn van Hees burgemeester voordat ze naar Heusden kwam? Ze komt uit Zunder, maar ik heb geen... Is ze burgemeester geweest? Welke kern heeft de meeste inwoners, Elshout of Nieuwkuik? Elshout. HTR. Dat waren Dit is Stembureau Heusden. Dit waren de 10 vragen. Oh, Antoine, we gaan ze eventjes doorlopen. Hè. Kijken wat jouw scoren is geweest als het gaat over de vragen. Vraag 1 was, wie was de burgemeester van Vlijmen tot aan de gemeentelijke herindeling in 1997? Jouw antwoord was Van Grunsven. Die was een tijdje eerder. Het was namelijk Ben Straatsma. Oh, Ben, ja, natuurlijk. Ja, en natuurlijk ook nog eens een keer oud-voorzitter van jouw favoriete voetbalclub Vlijmense Boys. Hè? Ja, en zelfs een vriend van mijn schoonvader. Dat wou ik net zeggen. Dus hoeveel vrouwelijke wethouders stelt de gemeente Heusden op dit moment? Nou, 0. Dat klopt als een bus. Onze commissaris van de Koning in Noord-Brabant woont inderdaad in Haarsteeg. Dus daar had je wel goed. Alleen ze heet Ina Adema. Adema, ja. Ja, dus tot nu toe nog maar 1 vraagje goed. Heusden, tijdens carnaval. Jij komt zelf uit Knotwilligendam natuurlijk. Maar Heusden heet Wallenpoepersland. Ja. Dan had je nog dat is Heusden vesting. Nee, Heusden. Wallenpoepersland. Ja, ga je nou mij vragen een klein beetje? Ja, Heusden vesting. Het bedrijf wat de jaarlijkse Derby Cup organiseert in onze gemeente Heusden. Nou, die reken ik goed. Willy Nasens, ja. Dat was hij. Ja, ook in dit geval hoogsponsor van RKC natuurlijk. Hè. Dan was de vraag hoeveel raadsleden nemen na 16 maart plaats. Dat had je goed. Dat waren er 29. Dat worden er 2 meer. Omdat we natuurlijk die grens hebben bereikt van 45.000 inwoners. De op één na grootste partij is gemeentebelangen. Die had je namelijk ook goed. De huidige minister van Infrastructuur en Waterstaat. Nou, natuurlijk ook nog met de Gol te maken hebben. Mark Harbers van de VVD. Dan was de vraag, waar was Willemijn van Hees burgemeester voordat ze naar Heusden kwam? Ja, ze komt uit Zundert, maar ze was burgemeester van de gemeente Geertruidenberg. De kern met de meeste inwoners, je mocht kiezen tussen Elshout of Nieuwkuik, die had je goed. Dat was namelijk, dat was Nieuwkuik, dat had je ook gezegd, hè? Of had je Elshout gezegd? Nee, volgens mij Nieuwkuik. Ja, dat wou ik net zeggen. Ja, reken ook goed. En dat was eigenlijk de laatste vraag. Dus je hebt van de vragen die je hebt, heb je er 4 goed de beste antwoorden. Dat betekent dat je niet in de top 3 voorkomt op dit moment. Ja, kwaliteiten liggen hoogschijnlijk op een ander vlak. 100%. Ja, dus laten we het daar maar over hebben. Als we het over kwaliteiten hebben, dan moet er ook met kwaliteit moeten gebouwd worden. En in jullie partijprogramma, beste Antoine, hebben jullie ook een speerpunt als het gaat over het bouwen van woningen. Betaalbare woningen. Ja. En jullie komen met een oplossing en jullie noemen dat de erfpachtoplossing. Ja. Even kort, wat houdt de oplossing in? Wij willen de grond scheiden, althans daar waar nodig, de grond scheiden van de stenen. Dus met andere woorden, mensen die zeg maar nu een stuk grond kopen en dan vonden ze het huis erop, die zijn natuurlijk ongelooflijk veel geld kwijt. Ja. En zeker jeugd.
En wat je een beetje ziet is dat jeugd als ze beginnen nog niet wat vermogen opgebouwd hebben. We zijn nog geen carrière aan het maken. Dus je hebt heel erg veel moeite op die startersmarkt. Dus wij dachten, of wij denken, dat wanneer je dat gaat scheiden. Hè, dus dat je de grond een tijdje huurt en de stenen koopt. Ja. En bijvoorbeeld met een soort van optie dat je na een verloop van tijd die grond wel zou kunnen kopen. Hè, om toch verder vermogen op te bouwen en die nodig. Dat je op die manier in ieder geval kunt starten. Ja, maar als je het hebt over een erfpachtoplossing. Inderdaad, de grond die is dan zeg maar van een andere. Dus in dit geval van de gemeente. En de stenen die kunnen gekocht worden door de huiseigenaar. Hoe zit je dan met de erfpachtkanon? Want dat noemen ze namelijk de huur of de rente die je betaalt voor de erfpacht. Hoe en wie betaalt die dan? Nou, die zul je ook moeten betalen, logischerwijs. Hè? Nou, dus, weet je wat het is gemiddeld, een erfpachtkanon in Nederland? Volgens mij 2-3%. 5%. 5%, ja. Maar, over de grondprijs dan, hè? Ja. Maar als je daarna gaat kijken, dan kun je als gemeente kun je in ieder geval die starters gaan helpen. En dat is een beetje waar we het over hebben. Mm-hmm. Die hebben vreemd genoeg vaak best wel de middelen zeg maar, om die aflossing / kanon / whatever zeg maar, te betalen. Alleen je hebt dan binnen de hypotheek heb je vaak in grosso modo de regel dat je 8 keer je bruto salaris of zo kunt verhypotheken. Nou, het is nogmaals, een stuk minder op. Misschien zelfs al wat minder. Nou ja, maar 4 keer op dit moment. Oh, zelfs dan gaan we kijken, zoals we nog verder naar beneden. Ja. Maar waarmee dat je in ieder geval nu, door dat je niet hoeft te kopen, in ieder geval wat flexibiliteit gaat creëren. Ja. En ja, natuurlijk, dit is niet de oplossing in zijn totaliteit. Mm-hmm. Maar als je door middel van een constructie als deze in ieder geval mensen op weg zou kunnen helpen met een aantal kaders en met een aantal voorwaarden. Denk bijvoorbeeld, je moet een tijdje vlijmen of in Heusden wonen en dat soort dingen. Ja. Dan kun je daar denk ik in ieder geval betaalbare huizen maken. Op zich begrijp ik de oplossing wel. Waar je wellicht tegenaan gaat lopen is dat natuurlijk die kopers van de woning een hypotheek nodig hebben om de stenen te kunnen kopen. Ja. De erfpachtkanon, oftewel de huur voor de grond, moet ook betaald worden. Ja, in principe gaat hij gewoon de last mee in. Nou, stel nou dat die erfrechtkanon of erfpachtkanon op 3-4% zit. Ja. Ja, dat is natuurlijk altijd nog een stuk hoger als dat je op dit moment betaalt een hypotheekrente. Ja. En een bank zal dus ook die last meenemen die hoogschijnlijk moet betaald worden voor die erfpachtkanon. Ja. Dus in hoeverre zou het een oplossing kunnen zijn, denk je? Want ik zie hem nog niet namelijk, als ik heel eerlijk ben. Bijvoorbeeld, er zijn in Wijchen en in Zaandam en elders doen ze ook dit soort oplossingen. Mm-hmm. En vanuit de gemeente wordt een wat lagere percentage gesteld, want daarvan dan ik op 2-3% ook kwam. Dus, dus daar zitten wel mogelijkheden in. Ik vind, weet je, als je als gemeente wil dat de jeugd doorstroom gaat creëren, moeten we daar ook een stukje mee gaan denken. Zeker. En 5% is, weet je, ik bedoel, voor een gemeente is ook een beetje een irrealistische opbrengst. Hè? Als ze het geld ook op de bank zetten, mm-hmm, dan beur je het ook niet, zeg maar. Hè? Nee, dus je moet daar wel, zal ik maar zeggen, een beetje flexibel mee omgaan. Mm-hmm. Maar wat ik aangaf, hè, het te lenen bedrag is wat kleiner. En daardoor zitten de mogelijkheden. Als je inderdaad gaat kijken naar gewoon de kost op het eind, mm-hmm, je gaat niet goedkoper wonen. Dat is nee, wat zeker. Nee, ik wou het zeggen. Want als je dat inderdaad gaat denken, dan sla je denk ik wel de plank mis. Maar het gaat met name omdat je zeg maar de financieringsruimte, dat die dan weer groter wordt inderdaad. Zie je dat ook voor alleen nieuwbouw, of zie je dat ook voor bestaande bouw, die erfpachtconstructie? Wat mij betreft is in eerste instantie wel in de nieuwbouw. Ja. In een nieuwe woonwijk waarbij je een bepaald percentage, hè, want dat staat ook in bijna alle programma's. Hè, dus waarbij mensen zeggen, of waarbij we zeggen van joh, een bepaald gebied gaat alleen naar de Heuzenaar. Ja. Nou, en dan zou je bijvoorbeeld nog kunnen zeggen, dit is alleen voor de jeugd tot, ik noem iets, tot 30 jaar of iets dergelijks. En zoveel jaar in Heusden wonend. Mm-hmm. Het gaat meer om een denkrichting in dit geval dan in een hele super concrete oplossing. Ja. Wat we willen hebben, want daar gaan we het dan over, mm-hmm, is dat je die jeugd aan de gang wil helpen. En die hele dure huisprijzen die er nu zijn, dat je die, zal ik maar zeggen, op een manier betaalbaar maken. Ja, het is natuurlijk gek werk op dit moment dat je dus daarmee te maken hebt met wat ze vragen voor een woning. Ja. Dan kom je automatisch ook terecht. Gaan we toch nog even terug naar het stukje Vlieberg en met name ook de Hoge Heide. Want een oplossing dus om gedeeltelijk de woningnood op te lossen zou dus die flexwoning kunnen zijn. Maar daar zijn jullie ook behoorlijk tegen, toch? Nou, die flexwoningen zijn geen flexwoningen, zijn spoedwoningen. Dus we hebben nu dadelijk bij zo'n woningstichting hebben we dadelijk de normale mensen, zeg maar even, die iets vragen. Dan hebben we de urgente en nu voegen we er weer iets aan toe. Dat zijn dan de spoedwoningen. Nou ja, de volgende stap wordt het dan superspoed of zo. Dat is 1. 2, wat ik veel belangrijker vind op de grens is dat er op dat braakstuk liggend land
kun je ook heel veel dingen beter doen voor die bewoners daar. Want crossveldjes en wat andere dingen, die worden op de Vlieberg zomaar opgeheven. Ja. En intussen is er dadelijk bijna geen enkele recreatiegebiedje meer. En dat stukje grond, passend ook nog bij de plannen die de Hoge Heide zelf heeft. Hè, die stichting om Hoge Heide wat groter te maken. Hè, die willen op dat stukje grond, meen ik zeg maar, een oprijlaantje hebben voor of oprijlaan of een parkeerlaan richting de hockeyclub. Snap ik. Nou ja, als je daar met elkaar naar kijkt, dan kun je daar zo'n mooi vitaliteitsplan maken en eigenlijk toch iedereen bedienen. Maar hoor ik jou zeggen, beste Antoine, dat je niet tegen flexwoningen bent, maar dat het even puur gaat over het gebied waar we het nu over hebben op de Vlieberg. Ja. Oké. Okay. Nou, volgens mij is dat een heldere uitkomst. We gaan volgens mij nog een hartstikke lekker nummertje draaien. We hadden net Elvis. Volgens mij komt Elvis nog een keer voorbij. Elvis met Bridge Over Troubled Water. Ook die kennen we, Antoine, in een andere versie natuurlijk. Hè? Maar we hebben net al gezegd waarom jij de Elvis versie kiest. Dat is gewoon echt jouw dingetje. Ik wil de korte tijd die we nog resteren voor twee dingetjes gebruiken. Natuurlijk krijg je straks nog de mogelijkheid om jezelf nog te pitchen. En de mensen op te roepen om vooral op 16 maart op Heus de Verbind te gaan stemmen. Toch wil ik nog heel eventjes één onderwerp aanhalen, dat is klimaat. Want ook klimaat is voor jullie een speerpunt. Ja. Vertel. Ja. Nou ja, omdat het, denk ik, de komende jaren gaat het echt belangrijk worden hoe we omgaan met onze energiehuishouding, zeg maar. Mm-hmm. En bij mij uit onderzoek gebleken is, er wordt vaak geroepen van ons energienet is helemaal overbelast. Nou, als je daarop inzoomt, dan blijkt dan dat het eigenlijk helemaal niet zozeer overbelast is, als wel heel veel ruimte is gereserveerd. Dus heel veel capaciteit voor bijvoorbeeld toekomstige windmolens. Dus we hebben nu in Heusden bedrijven die graag zonnepanelen op het dak zouden willen leggen. Of bij boeren, de agrariërs. En die krijgen die ruimte niet, omdat er gewoon gereserveerde capaciteit ligt van toekomstig eventueel aan te leggen windmolens. Ja. Nou, weet je, dat vereist dat, denk ik, de gemeente hier eens heel kritisch naar gaat kijken. En natuurlijk, we hebben daar niet alles over te zeggen, maar daar moet je iets mee. Maar die windmolens hebben we nodig, toch? Ja, dus zijn wij voor, hè? We hadden net even offline de discussie, zijn voor tegen windmolens. Ik denk, niemand, helemaal niemand kan voor en of tegen windmolens zijn. Je hebt ze, precies wat je zegt, nodig. Wij zijn er niet blij mee. We willen ze ook zo min mogelijk. Maar, waarom zou je... De A heeft dat te maken met de horizonvervuiling. Je hebt het geluid. Gisteren toevallig nog in de krant zag je kinderen die daar toch wat gevoeliger voor zijn met geluid. Of een heel lange afstand. Mm-hmm. Dus windmolens is gewoon, weet je, een lastig ding. Maar het gaat er wel bij horen. Zonnepanelen, idem. Hè? Ik bedoel, grondprijzen, nou, je ziet het, die zijn knalduur. Bevolking groeit, dus je hebt ook al die gronden nodig. Hè? Straks voor de voedselketen gewoon. Dus het zijn hele moeilijke keuzes. Wat we wel dan ervoor staan, en dat zie je in onze programma ook staan, is een 3-stappenplan. Hè? Dus dat echt zorgen dat je die vraag vermindert van energie. Nou, dat kan door gewoon minder te gebruiken. Mm-hmm. Maar dat kan natuurlijk ook door goede isolatie, warmtepompen, nou, alles wat je kunt bedenken. Dus die vraag moet gewoon beheersbaar gaan worden. We hebben in fase 2 ook gezegd, we willen graag waterstoftankstation in Heusden hebben. En misschien of meerdere. Met name op industrieterreinen. Ja. Om industrie te kunnen voeden en daar goede dingen te kunnen doen. En op termijn willen we eigenlijk veel meer naar, of op termijn, en die ontwikkeling gaat echt ongelooflijk snel. Mm-hmm. Dat is aansluit op waterstofstructuren. Waarom? Dan hoef je ook zeg maar de infrastructuur niet aan te passen, omdat je de gasleidingen heel veel kunt hergebruiken en je spullen die je thuis hebt, de cv-ketel, et cetera, is minimaal aanpassen. Ja, je zegt gewoon een membraampje aanpassen en je zou zo van gas naar waterstof kunnen gaan. Ja, dat klopt. Nu wordt overigens al, hè, mensen misschien niet goed begrijpen, maar of nu wordt over 10-20% waterstof in het gas gestopt. Op dit moment. Ja, precies. Ja. Dus. Maar toch, als je het hebt over die waterstof, natuurlijk is dat ook wel een toekomstdingetje. Van aan de andere kant, ja, ze zijn er al meer dan 20, 25 jaar mee bezig. Waarom heeft het dan zo lang stilgelegen dan? Voorheen was energie. Waterstof maken kost ook heel veel energie. Mm-hmm. Dus wanneer je de Amersfoortcentrale flink liet stoken, dan had je eigenlijk helemaal geen baat bij om waterstof te maken. Want ja, je kreeg er net zoveel uit. Ja, precies. Nu met die vergroening, hè, dus denk aan een waterzee. Je hebt dus zeg maar een windmolen heb je nodig. Daar zet je bijvoorbeeld een waterstoffabriekje neer. En vervolgens kun je die echt letterlijk zo in de gasnet stoppen. Oké. Okay. Hey, maar nou hebben we dus de mogelijkheid om windmolens te plaatsen. We hebben mogelijkheid om zonnevelden zeg maar neer te leggen met zonnepanelen. Ja, op zich, ik snap wel die horizonvervuiling. Kijk, dat die windmolens zeg maar ook fysieke of gezondheidsklachten kunnen veroorzaken, hè, met die geluidsgolven, daar kan ik wel in meegaan. Maar van de andere kant, als ze toch ver weg genoeg staan, dan is er toch niks aan de hand.
Nee, maar ja, ver weg genoeg. Ver van hier is bij iemand anders weer dichterbij. Ja, dat snap ik, maar er zijn toch wel gebieden aan te wijzen. Die, ah, ja, maar ik ben ze nog maar. Schiet maar de polder in tussen Vlijmen en Helvoort of tussen Drunen en Helvoort. Volgens mij kun je dan makkelijk van die dingen kwijt. Ja, wij zijn Vlijmen is fan, wat dacht je daarvan? Wij zijn geen voorstander van om de Vlietberg te belasten met molen. Sterker nog, we hebben Ilonka Mudde, hè, onze nummer 4 op de lijst als Vlietberg specialist. Die gaat er echt wel voor zorgen dat we daar geen windmolens gaan krijgen. Want dat kan natuurlijk niet. Dat windmolens op nog geen kilometer afstand van zo'n grote woonwijk met allerlei delen van dingen. Dus antwoord is nee, daar zijn we geen voorstander van. Oké, dus dat betekent eigenlijk windmolens in de gemeente Heusden, wat jullie betreft, is gewoon niet? Nou, zo min mogelijk, want ik zou het onzinnig vinden om nu hier grote mond te hebben van, dat moeten we niet willen, dus niet doen, je hebt ze gewoon nodig. En wat iedereen er ook van vindt, ik ben er ook niet blij mee, laat het ook helder zijn, we moeten gewoon heel goed kijken waar en hoe, maar je hebt ze gewoon nodig. Ja, zo simpel is het gewoon. Ja. Yes. Jullie hebben onnoemelijk veel speerpunten in jullie programma staan, beste Antoine. Als ik jullie persbericht kijk, dan staan er gewoon 8 punten waarvan je zegt, nou, daar willen we ons echt hard voor maken. Met name ook de agrariërs. Hè? Jullie vinden het ook belangrijk dat die agrariërs gewoon een plek krijgen binnen jullie programma en dat er oplossingen voor zijn. Ja. In 2 zinnen, waarom agrariërs? Omdat wij echt vinden dat een groep is die ongelooflijk van belang is, ook weer voor de jeugd. Hè. Wie kent het niet? Hè? Als eerste even wat aardbeien of tulpen of bloemen of tomaten geplukt. Prei zetten vroeger. Prei zetten, bedenk het even allemaal. Dus daar, dat is zeg maar ook een werkgelegenheid, dat is 1. We zijn een groene gemeente, dus ik vind ook echt dat we ook zo te boek moeten staan. Hè. Die klimaat die we net benoemden, noemden ook al de Groene Vallei. Het is een buitengewoon, hè. Ik werk voor de Wageningen Universiteit, de industrie die is buitengewoon interessant, buitengewoon innoverend. Kijk van de week, ik ben nog niet wezen kijken, maar ik vind hem zo interessant bij de tomatenkweker Pijpers hier bij Hedikhuizen met die drijvende zonnepanelen. Oh, ja, tuurlijk, ja. Ze bieden ook allerlei kansen. Mm-hmm. Wij zijn ook echt voor verbinding van burger en die agrariërs. Want wij denken ook, als je gewoon kinderen, weet je wel, die gaan pizza's en hamburgers en weet ik wat. Waarom niet als school, hè? Staat volgens mij ook in ons programma, dat vind ik wel zeker. Dat gaat eens een keer als een school, gaat eens een keer als een klas bij een boer kijken of bij een tuinder. Gewoon om eens te weten, hoe groeien die tomaten? Precies, ja. Dat ze niet denken van ze komen niet meer uit een plastic doosje. Ja, precies. Weet je, ongelooflijk van belang. En zeker voor ons als platteland. Kijk, nou, in ieder geval een mooie oproep om eens ook, wat dat betreft, voor die agrariërs te kijken naar jullie programma. Vraag, wanneer is voor jou de gemeenteraadsverkiezing geslaagd? Wat wil je bereiken? Zetels? Wil je de plek van de wethouders overnemen? Kom maar. Nee, voor ons, wij zijn denk ik heel realistisch. Hè. In november hebben we al gezegd, wij zijn gewoon echt heel blij. En dat wordt al moeilijk genoeg om één zetel te winnen. Mm-hmm. Dus daarom roep ik ook iedereen op, stem op ons. Hè. Mag je dat trouwens nog een keer doen. Oké, okay. Ja. Dus wij zijn echt blij als we één zetel gaan winnen. En denk ook dat het echt een meerwaarde is voor Heusden. Al is het een keer om, niet die kritische, maar laten we zeggen die constructief kritische en innoverende, en misschien zelfs wel soms disruptive geluid te laten horen voor de gemeente. Ik zou zeggen, Antoine, we zitten bijna aan het einde van het programma. Pak 1 minuut de tijd en overtuig de luisteraars en met name de Heusdenaren waarom ze op 16 maart dat hokje van Heusden Verbindt moeten roodkleuren. Ja, Heusden Verbindt is een partij die anders denkt en anders doet. Wij zijn een partij die echt de ogen niet in onze zak heeft. Je ziet ook de achterstallig onderhoud in de wegen. Je ziet de golfstructuren die strak een tsunami van verkeer door de kern heen zullen jagen. Wij zijn daar absoluut tegen. Wij zijn voor verkeer uit de kernen, voor veiligheid. We zijn ook met klimaat erg begaan, zodat we daar op een juiste manier vanuit een soort van end in mind, hè, kijkend vanuit een stukje visie en terugredenerend, hoe we daar onze gelden daarin kunnen leggen. Wat wij graag zouden willen is eigen huis op orde eerst, zodat we die miljoenen die Gol kost in ieder geval aanzienlijk verminderen. En juist bijvoorbeeld op gebieden als een Vlieberg, of denk aan Heusdenvestiging met zonnepanelen, of niet zonnepanelen, sorry, met vergroening, of daar ook het verkeer uit de Heusdenkern te halen, om daar voor de Heusdenaren een goede meerwaarde in te leveren. En dat maakt dat ze op jou moeten gaan stemmen? En dat maakt dat ze moeten stemmen op lijst 9 Heusden Verbindt. Met 5 prachtige kandidaten. Noem ze eventjes, heel snel. Antoine, Sjaak, Arno, Ilonka, Annes. Kijk, nou, kan niet anders mooi zijn. Antoine, dankjewel voor het aanwezig willen zijn 2 uur lang in de studio.
Ik ga je ontzettend veel succes wensen natuurlijk op 16 maart. En dat wens ik natuurlijk iedereen. Volgende week is er weer een nieuwe aflevering van Stembureau Heusden. Maar dan met mijn collega John Goedhart of Rian Hobbelen, een van de twee. Oh nee, natuurlijk nee. Volgende week is het carnaval. Mijn geluidstechnicus Erik zegt volgende week carnaval. Ja, hoe kan ik het ook vergeten? Dus over 2 weken is de volgende uitzending. En dan is de gast Alexander van Weert van Heusden 1. En ik zou zeggen, beste mensen, degene die carnaval gaan vieren, geniet ervan. Ontzettend bedankt voor het luisteren. En we zien en horen elkaar weer een volgende keer. Tot ziens. Tot zover Stembureau Heusden. Waarbij het draait om de verkiezing van de politieke partij. Het is uw stem. Die telt, die telt, die telt, die telt, die telt, die telt.